Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijn plus Koken. Welkom. Het is december. Sinterklaas is naar het land uit. Dan gaan we richting de kerst. Ja. En dan hebben we het vaak over bijzondere gerechten, denk ik. Wat heb je in gedachten voor vandaag? Nou, vandaag gaan we in ieder geval aan de slag met met vis als voorgerecht. We hebben een tartaar van tonijn. Lekker met wat citroenolie. Daarbij een gepocheerd eitje. En een reductie van aceto balsamico, een soort stroop maken daarvan. En met een beetje frisse salade. Klinkt overheerlijk. Mijn opdracht is duidelijk, ik ga er een fijne wijn bij zoeken. Dan zie ik je zo meteen weer terug. Prima, dan gaan we aan de slag. Zo, we gaan beginnen met het tonijntartaar. Ik heb hier een super mooi stukje tonijn. Die zit in papier ingepakt, want als er licht bij tonijn komt, dan kan die al een beetje gaan verkleuren. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Vooral als we zo'n mooi stuk hebben. Het is gewoon net een biefstukje. Papier hoeven we verder niet meer te gebruiken. Dit is natuurlijk een ontzettend groot stuk. Dit kun je ook klein geportioneerd, zelfs ook in de diepvries kun je dit krijgen. Nou, dan zal het toch wel iets minder van kleur zijn. Nou, tot daar kun je zelf natuurlijk ook de maat beslissen. Nou, wij gaan ongeveer blokjes van een half 5 mm bij 5 mm snijden. Halve centimeter, bijna een halve centimeter. Nou, van zo'n mooi stukje vers tonijn kun je natuurlijk perfect sushi maken. Of gewoon zo mooie plakken snijden. Kan natuurlijk ook als carpaccio. Ja. Als je tonijn zou gaan verhitten en je zou zo'n mooi mootje gaan grillen, moet je hem ook altijd medium serveren. Het is die ontzettende droge vis, anders. Als je flink door wilt snijden, kun je de vis mooi dakpansgewijs neerleggen. Lekker doorsnijden. Mocht u een beetje moeite hebben met snijden, is het misschien ook een aanrader om eerst plakken te snijden. Heel even licht een klein beetje aan te vriezen. Dan zal het iets makkelijker gaan. Tartaar kun je natuurlijk ook maken van zalm, van ossa's. Zo. Ik heb de tonijn mooi in blokjes gesneden. We gaan nu alvast de azijn, de aceto balsamico azijn, gaan we even laten reduceren zodat het mooi stroperig wordt.
Aceto balsamico, nou zijn die een aantal jaren in houten vaten gerijpt heeft. Dat zorgt een beetje voor die kleur en dat die wat zoeter is. Zo. We hebben ook al wat water op staan voor het gepoucheerde ei. Een ei gaan we dadelijk in de azijn, gaan we dadelijk in 4 vijfde water, 1 vijfde azijn gaan we pocheren. Die azijn zorgt ervoor dat het eiwit eerder gaat stollen, dus dat we wat eerder een vaste vorm krijgen. Voor in het tartaar hebben we een rode ui. Die gaan we snipperen, nou, snijden mooi door de helft. We hebben twee kanten aan een ui. Eén kant, zoals je ziet, zit die mooi vast. Deze zit die een beetje wat losser. Nou, die vaste kant die houden we vast met de vingers. En we beginnen aan de losse kant beginnen we mooi in te snijden. Voor tartaar gaan we wel zorgen dat we echt mooi fijn snipperen. Anders hebben we van die dikke stukken uidaak erin en dat is niet aan te raden. Snij hem nog een keer zo, twee keer. Dan kunnen we mooi. Nou, een mooi snipper weer. Gebruiken we goede olie. Kappertjes. Nou, dan moeten we wel even mooi fijn hakken. Als je van anchovies houdt, dan kunt u dat er ook doorheen snijden, doorheen mengen. Dan heb ik hier nog een beetje citroenolie. Nou, als u die niet heeft, dan kun je ook gewoon wat citroen erbij knijpen. Zo. Even lekker wat kleur erbij, een beetje dille. Dille is toch altijd een aanrader om lekker door bij vis te serveren. Hartstikke mooi. Prima. Dan gaan we met het gepoucheerde ei beginnen. Ik heb het water, heb ik koken nu. Zo. Poucheren wil zeggen dat we iets gaan garen onder het kookpunt. We hebben een eitje. Nou, je kunt hier ook een kwartel eitje voor gebruiken. Gewoon kippenei. Zo. Eitje in het kopje. Dan gaan we een draaikolletje maken in het water. Aceto balsamico goed in de gaten houden. Ook proberen hier niet boven te gaan staan. Want als je erin ademt, dan kan het in één keer zwart voor de ogen worden. Zo, mooie draaikolk. In het midden laten we het eitje zakken. En door die draaikolk gaat het eiwit mooi om het eigeel heen liggen. Prima. Die zetten we weer even op een zacht vuurtje. Dan kan die lekker doorgaan. Ongeveer een minuutje, 4-5. Doe hem daar in het koude water. Dan blijft die dooier lekker zacht. Als we die straks op de tartaar hebben, je snijdt hem open, loopt hij er mooi uit. Heerlijk. Even kijken. De reductie. Nou, hij is al een beetje stroperig geworden. Heeft een minuutje nodig. Prima. Zo, het eitje is mooi gepoucheerd. Wat ik net al zei, doen we eventjes in het ijswater. Zo. Strooien we er daar nog lekker wat zeezout op. En de reductie van aceto, nou, die is flink in die kook. Lekker olie op, dan zie je ook dat die olie dat eigenlijk mooi blijft drijven. Super. Nou, dan heb ik een ringetje. En een klein beetje sla eronder.
kan er ook met twee lepels kanelles gemaakt worden. Dus dan pak je twee lepels, schep je hem mooi over. Maar dan moet de tartare dus wel echt mooi klein zijn. Dan kun je dus ook zo mooi een kanelle bord leggen. Nou, wij kiezen er nou dus voor om een stekertje te doen. Heb ik een tonicstamper. Citroenstampertje, sorry. Poucheer het ijs mooi zacht. Beetje zout. Een beetje gefrituurde wortel. De wortel mooi schillen, doorschillen tot die helemaal op is. Even kort blancheren en dan op 150 graden in de olijfolie gebakken. Mooi wat kruiden erop. Kees. En dan hebben we een mooi klein fris voorgerechtje. En dan gaan we kijken of Jan er nog een mooi wijntje bij heeft. Ja, het ziet er magnifiek uit. Dank complimenten. Ik denk dat ik wel een mooie smaakcombinatie gevonden heb met deze wijn. Het is een wijn uit Nieuw-Zeeland, uit Marlboro. Niet te verwarren met het sigarettenmerk, ja, natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen. Marlboro is eigenlijk de bekendste wijnstreek van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Ligt eigenlijk in het noordwesten van het Zuidereiland. En dat staat bekend om, als het om witte wijn gaat, om Sauvignon Blanc. De druivenras is wereldberoemd. Komt oorspronkelijk uit de Loire-streek, uit Frankrijk. Maar zeer succesvol aangeplant in Nieuw-Zeeland ook. En eigenlijk de allerbeste Sauvignon Blancs van de wereld. Daar zijn de meningen misschien hier en daar over verdeeld. Maar de meeste echte wijnkenners die zeggen dat de beste Sauvignon Blanc tegenwoordig uit deze streek komt. Deze is van het huis Villa Maria. En deze is fruitig. Heeft een beetje zo'n kruisbessen aroma. Sowieso een hele aromatische wijn. Als je deze dadelijk in het glas hebt hierbij. Vol aromatisch en denk de volle smaak van het tonijn, maar zeker ook de aceto balsamico die daarbij zit, ja, die zorgt denk ik voor een smaaksensatie. Dus Villa Maria, Sauvignon Blanc, bij tartare van tonijn, match made in heaven denk ik, dames en heren. Ik denk dat we hem hier weer af kunnen sluiten. Ja, volgende week zijn we er weer. Dus dan hebben we een mooi hoofdgerecht. Het hoofdgerecht voor kerst, daar moet ik klapstuk voor. Nou we hebben... Volgende week zijn we... van de sluier, niet alles verklappen. Nee, we gaan gewoon lekker aan de slag met hert. Wildgarnituur erbij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hartstikke mooi. Tot volgende week. Tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken.